Hoe lang zit u al bij de teken- en schilderkunst? Ongeveer een half jaar. Ik zat op een cursus 6 lessen in geluk. En zodoende ben ik aan deze cursus gekomen. Die cursus heeft me inderdaad geluk gebracht. Ja. Het is heel leuk om hier, ook om hier op deze teken- en schildercursus te zitten. Want het maakt je creatief ook in de andere aspecten van je leven. Ik geef les voor mensen hier binnen gewoon Karijn of buiten Karijn, ook in de buurt van Overvecht. Ik vind het heel leuk om te doen. Dat is voor mensen om te communiceren en ook veel contact tussen mij en mijn deelnemers. De tips van Abdul, helpen die je hierbij? Ja, het is heel fijn dat Abdul er is, want hij verzorgt de dingen eromheen en hij is de leider hier. En als je ergens mee zit, dan kun je hem vragen. Maar hij loopt ook langs en laatst zat ik met de achtergrond en toen zei Abdul, nou, je zou die of die kleur kunnen nemen. En toen kon ik weer verder en het was heel mooi geworden. Ik ben nu bezig met schilderen en ook met tekenen. En ik heb ook ideeën, wil ik graag ook met boodseren. Daarom nou, ik ben nog druk bezig voor meer mensen om te trekken. Dat vind ik heel leuk. Ik heb zoveel ideeën, wat te doen hier eigenlijk voor mensen. Dus u bent gewoon heel creatief? Ja, zeker. Ja. Ik heb veel dingen gedaan en wil graag ook iets geven voor die mensen. U bent zelf ook kunstenaar? Ja, ik heb een kunstacademie afgestudeerd, Aki in Enschede. Dat is, ben ik gewoon in 87 ben ik afgestudeerd. Ik heb grafisch vormgeven en fotografie heb ik meegemaakt. En ben ik gewoon gelijk naar gemeente Enschede heb ik gewerkt daar. Als Antwerper. Schildert u al lang? Ik denk vanaf mijn kindertijd al. Ik denk ruim 30 jaar. En voornamelijk zijn het landschappen, zoals deze. Ik werk met acrylverf, voornamelijk, en ook wel met potlood en ecoline. Wat gebeurt er nou eigenlijk met uw schilderijen? Ik maak van mijn schilderijen foto's, die laat ik afdrukken. En daar maak ik kaarten van. En die zijn te bewonderen en te koop bij kringloopwinkel Emmaus Overvecht. De opbrengst gaat naar het goede doel. Ik maak het met plezier en de mensen worden er heel blij van. Ja. En uiteindelijk ben ik er ook heel blij. Is dit alleen voor de bewoners of ook voor andere mensen? Maar dat is voor alle mensen. Voor bewoners, voor alle mensen, zeg maar. Dat is, ik vind het heel leuk. Ja. Waarom zouden mensen hieraan mee moeten doen? Omdat het heel leuk is om zo creatief bezig te zijn. En omdat het ook ontzettend gezellig is. Je leert de andere mensen kennen. Je kunt een beetje praten. En je kunt dingen die andere mensen maken bewonderen. Een soort familiegevoel. Ja, een vriendengevoel. In elk geval heel gezellig en heel inspirerend.